Omdat de Graafschap op termijn hoopt te verhuizen naar een nieuw multifunctioneel stadion, wil de club daar het liefst een trainer bij met een goede naam, die als boegbeeld ook grote sponsors naar Doetinchem lokt. De belangrijkste kandidaat is vanaf het begin al oud-international Erwin Koeman. Maar gisteravond meldde ook Haaksberger Erik ten Hag, de assistenttrainer van PSV, tegenover deze omroep dat hij met de Graafschap een positief gesprek heeft gevoerd. Beide trainers zagen ongetwijfeld dat de Graafschap gisteravond zwak speelde. Maar dankzij een goal van invaller Hugo Bargas toch nog won. Had je het nog verwacht, deze slechte wedstrijd, dat het goed zou komen? Ja, tuurlijk. De wedstrijd is 90 minuten. En je weet met ons, met Steve de Ridder, met mij, met Hugo, dat er voor alles kan gebeuren. En dat hebben we laten zien. Ja, pas in de slotfase. Ja, maar dan maakt dat uit. We hebben gewonnen. Ja, bij de 0-1 liep ik warm. En toen, gingen we opeens volle bak spelen. En ja, kwam de 1-1 al snel. En toen kwam af en toe nog ruimtes met opportunistisch spel van ons. En ja, pakte goed tijd met een mooi schot van Hugo natuurlijk. En dan jouw verhaal. Vertel maar, je debuut in de Eredivisie is iets heel bijzonders. Ja, ik had mijn debuut al gemaakt in de beker. Maar in de Eredivisie wachtte ik nog al een tijdje op. Maar die heb ik eindelijk gekregen. En daar ben ik trainer wel dankbaar voor. Vlinders in de buik? Ja, tuurlijk. Echt trots om hier op de Vijverberg te mogen spelen, natuurlijk. Volle bak. Ja, en dan geef je altijd extra motivatie, natuurlijk. De Graafschap staat nu 12e op 30 punten en lijkt daarmee na competitievoetbal te ontlopen.